bij een nieuwe vlog. Wij zijn Ali en Nelly en wij zijn onderweg naar Zuid-Limburg. We zijn er met 10 minuutjes op camping Osebos. Osebos. En dat ligt volgens mij bij Gulpen of in Gulpen. Nou, zien we zo. Gulpen. Wel. Ja, Gulpen dacht ik ook. Ja. Nou, het is mooi weer. Het is 19 graden, het is wel een beetje bewolkt, maar ja. De zon schijnt. De lucht is blauw. Nee, de lucht is helemaal niet blauw. De lucht is een beetje wit. Nou, we zijn er bijna en we gaan het jullie zo meteen laten zien als we er zijn. Ja, nou het is hier nu al prachtig. We hebben best wel een lange rit achter de rug. We hebben 3 uur gereden. We zijn vanochtend vroeg uit bed gestapt en vroeg weggereden. En het is nu 3 uur. Ja, dus ik ben er ook wel een beetje klaar mee eigenlijk met het rijden. We zouden in de eerste instantie naar de Belgische Ardennen. Ja, maar ik ben toch blij dat we daar vanaf gezien Onderweg zijn we gezwitst. Ja. Dus waren we er klaar mee. Ja, dus het is ook nog een beetje afwachten op wat voor camping wij terecht gaan komen. Want eigenlijk hebben we... Ja, heb ik het in de auto een beetje opgezocht. Inderdaad, we hebben ons er niet echt in verdiept, omdat wij dus eerst een ander plan hadden. Maar dat was 5 uur rijden, dus moet je voorstellen, allemaal 2 uur moeten rijden nu. Nou, ik heb het gevoel dat ik nu al 8 uur in die auto zit. Ik ook. Heb jij dat ook? Yes, yes. En we zijn 2 keer gestopt onderweg bij een tankstation. En bij de een rook het naar pies en de ander naar wiet. Nou, dat was ook geen succes. Dus we zijn blij dat we er zijn. We hebben de Ardennen even opgebeld. We zeggen Ardennen, wij komen niet. Nou, de Ardennen maakten daar gelukkig geen probleem van. Nee. Maar wij zijn hier al eens geweest in Zuid-Limburg. En omdat ons dat zo goed was bevallen, dachten we van... Nou, we gaan nog een keer. We gaan nog een keer en je kunt er heerlijk wandelen. Dus nou ja, dat is eigenlijk hoe wij onze vakanties inrichten. Dus dan moet je hier zijn. Ja. Ja. Nou, hoe lang nog? 8 minuten. 8 minuutjes. Toch even doorzetten. Ja. Nou, we hebben net een plattegrond gekregen van de receptioniste. Die heeft een aantal plekjes aangewezen die we dan mogen kiezen. Nu zijn we net op het boventerrein geweest. Nu staan we op het benedenterrein. En dan heb je dit uitzicht. Maar wij zagen net al een mooi plekje op het boventerrein. Dus wij denken dat we daarvoor gaan, maar ik zeg tegen Nel, laten we evengoed nog eventjes het benedenterrein de kans geven. Dus daar gaan we ook nog even bekijken. Dat is daar volgens mij in het hoekje. Oh ja. Ja. Ja, nou ik weet het al denk ik. We gaan voor dit plekje, als deze nog vrij is hè. 145. 145. Ja. Spannend. Oké, we wandelen weer terug naar de receptie. Nou, hopelijk is het plaatsje nog beschikbaar wat wij uit hebben gezocht. Ik zie best wel veel mensen ook met zo'n kaartje lopen. Ja. Dus. En het is druk komt, wie het eerst maalt. Het is druk. Mega druk. Ja. Maar het is ook geen vakantie of zo. Dus... Nee. Nou ja. Ja, wel heel mooi. Hier. Super. Huh? Nou, we hebben alles uit de auto gehaald, want de flatjack lag helemaal onderin. En nu komen we er volgens mij achter dat we hem niet eens op hoeven te blazen. Want we staan met ons wiel in een kuiltje. Een klein beetje, maar we staan dus inderdaad in een kuiltje. En we hebben net heel veel hulp gekregen van de halve camping. Van de halve camping inderdaad. Ik heb nog nooit zoveel mensen zien duwen aan een caravan. Duwen, trekken, iedereen komt aansnellen en ze zijn hier hartstikke lief. Ja. Maar nu hebben we dus de flatjack voor het eerst ondergelegd. Ja, kijk. En ik ben benieuwd. We hebben hem wel even op een kartonnetje gelegd, want het is hier een beetje... grind met steentjes en nou ja, voor de bescherming van dat rubber hebben we hem op een karton gelegd. Dus ja, we gaan hem straks met de fietspomp oppompen denk ik. Ja. Toch? Gaan we even testen of dat lukt. Ja. Nou, dit is ons uitzicht. Wauw. Heel mooi. Dit wordt trouwens ook wel de Dutch Mountains genoemd, dit gebied. Ja, heel mooi. Echt prachtig goed. En hier is het toiletgebouw en hier is een watertappuntje. Nou, dus dat is ook perfect. Ja. Wat ben jij aan het doen? Pompen. Oh. Even kijken of hier waterpas staat. Ja. Nou, perfect. Dit is helemaal perfect. Oh ja. Nou, even serieus. Nou, dit pomp je dus op met een fietspompje. Ja, maar weet je, ik had deze thuis geprobeerd. Dat zei ik toch tegen jou. En toen deed hij het niet. Ja. Toen kwam er geen lucht in. Nee. Dus ik dacht, hij doet het niet. Mm-hmm. Maar nu doet hij het dus wel. Nou, super. Ja, perfect. Ja, dit is toch de uitvinding van de eeuw. Ja. Nou ja, dit is ideaal. Ja. Dit is echt ideaal. De eerste keer dat we deze gebruiken nu. Maar perfect dit. Koffie. Ali, kom je? Ja, ik ben er. Lekker. Wat een uitzicht. Mm-hmm. Prachtig hier. Wij zaten net even koffie te drinken en toen zagen wij een auto, een ambulance, daar gaat hij. En daar staat op aardbeien en blauwe bessen. Dus wij gaan er eventjes naartoe. Hij rijdt nu helemaal omhoog, zie ik. En dan gaan we even een aardbeien kopen, toch Nel? Ja. Lekker. Ja. Dat is wel een grote camping dit. Mega groot. Dit is een terrassencamping. En je ziet dus overal van deze trappetjes. Doordat het dus een terrassencamping is, heeft iedereen eigenlijk best wel een mooi uitzicht. Dat hoogteverschil. Doe maar aardbeien. Hoe krijg je van me? 4,50. Mag ik zelf uitzoeken hoor? Zoek me gewoon uit. Oh, nou, ja. Ze zien er allemaal mooi uit. Deze zijn prima hoor. Ja, ze zijn prachtig. Heerlijk. Ziet er lekker uit. Ja. Ja, super, dankjewel. Nou, wij hebben lekkere aardbeidjes gekocht. En ze zien er super goed uit. Ze ruiken ook lekker. Ze ruiken echt naar aardbeien. Ja. En, maar samen, oh daar. Vorig jaar stonden wij in Epen op een camping. Waar was dat ook alweer? Oosterberg. Oh ja, Oosterberg. Camping Oosterberg. En daar reed deze ambulance ook rond. Is het echt een ambulance? Nou ja, de vorm van een ambulance toch? Ja, is toch een ambulanceauto of niet? Ja, weet ik niet. Volgens mij wel. Oh. Maar wat zou ik nou vertellen dan? Nou, daar reed hij ook. Ja, nou ja, daarnet toen vroeg Nelly dus van, gaan jullie alle campings rond? En het blijkt dus dat ze gewoon alle campings in Zuid-Limburg afgaan. Nou, superleuk idee toch? Zullen wij ook zoiets gaan beginnen? Lijkt me geweldig. Ja, echt, serieus. Ja, lijkt me ook nog wel leuk werk. Er is ook een lekker groot zwembad hier. Met een speeltuin. Maar ik moet zeggen, ik heb eigenlijk nog geen kinderen gezien hier. Oh, ik hoor iets. Ik weet niet of jullie het ook hoorden, maar ik hoorde een kind. 9 is hij open. Maar hij is niet dicht. Hij is dicht. Ja, maar misschien is dit alleen in het hoogseizoen. Weet ik niet. Wel een lekker groot zwembad. Ja. Met lekkere stoelen erbij. Ja. Oké. We staan nu bij de ingang van de camping. Dan heb je daar een restaurantje met terras. Daar kun je ijs kopen en daarnaast zit de receptie. En hier heb je een bord met mountainbikeroutes. Volgens mij staan er een stuk of 4, 5 routes op. Niveau middelzwaar, pittige hellingen. Maar wij hebben de mountainbikes niet bij ons. Nee, we hebben helemaal geen fietsen bij ons. Nee. Hier kan je patat kopen, hè. Dus. Gaan wij vanavond patat eten dan? Ja, toch? Ja? Oké. Okay. Ja, dat was wel mijn bedoeling. Nou ja, dat kun je dus hier afhalen. Of wil je morgen? Nee, ik wil nu ook wel. Oké. Ja, hier. Nou. Helemaal perfect. Mm-hmm. Hier heb je een winkeltje. Die is nu dicht, maar het is 6 uur geweest. Maar hier kun je dus 's ochtends brood afhalen en dat kun je bestellen in de app. Broodjes, croissants. Want ze hebben hier een app. Ja. Nou, en als je dan deze weg afrijdt, dan ga je natuurlijk steeds hoger. En dan staan wij redelijk aan het begin van de camping. Nou, ik ga even friet halen. En Ali zou de tafel en zo dekken en een beetje opruimen. Lekker. Heerlijk. Hoe lang ben je hier? 2 uur, denk ik. Hoezo? Niks. Hebben we doekjes? Ja. Hè? Ja. Oké. Okay. Nou, wat is de planning? Want dit hebben wij nog nooit gedaan op de camping. Wij gaan de caravan schoonmaken. Ja. Hij is verrot. Hoe gaan we dit aanpakken dan? Er overheen gieten. Eerst dit stuk? Ja. Zal ik het even doen? Ja, lekker. Wat? Ja, dat karton. Ja. Dat is natuurlijk zeiknat. Ja. Doe jij het maar even, jij bent hier beter in. Dat doe ik maar met een doekje. Lekker bezig. Zonnetje erbij. We kwamen er net achter dat we best lang in de zon zitten op dit plekje. Ik heb dit ook nog nooit iemand zien doen op een camping. Wat zijn er op? Nou, hij is heel smerig hoor. Jullie vragen zich vast af wat Nelly aan het doen is. Maar wij zijn dus de caravan aan het schoonmaken. En nu komen we erachter dat deze strip... Dat stuk plastic, zeg maar, deze rand, die was uit de strip gegaan. Kijk, en nu zit Nelly de bovenkant aan het repareren, maar het ziet er niet best uit. Het ziet er niet best uit. Hoezo? Nou ja, dit is toch niet normaal? Nee, dat niet. Die caravan is een jaar oud. En dan is dat eigenlijk nu al kapot. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ja, dit gaat wel goed. Je bent er bijna. Ja, perfect. Het gaat beter dan net. Ja. Ik weet niet of er mensen zijn die ook een tap hebben, die nu kijken, maar hebben jullie dit alles gehad? Of zijn wij de enige? Ik heb dit namelijk nog niemand zien doen op een camping. Nou, ik zie nooit iemand iets doen op een camping, alleen wij. Wij zijn aan het schoonmaken. Want ja, hij zat onder de vogelpoep. Zo haalden we hem op uit de stalling, dus ja, dat was wat minder. En nu dit er ook nog bij, dus zit niet erg mee vandaag. Het is ook vrijdag de 13e. Dat is waar. Wow, kijk uit hè. Oh. Gaat het? Ja. Ik heb me net al bezeerd. Snee in mijn vinger. Wij zijn hier nog geen dag en we hebben alles al meegemaakt. Kijk uit hè. Moet ik even verder nu? Wij gaan even de vuilnis dumpen. En we zijn net klaar met de caravan schoonmaken. Die blinkt weer. Alleen het dak niet, maar daar kunnen we niet bij. Nee. Maar, en de strip zit ook nog steeds los, hebben we niet kunnen maken. Nee, maar daar stoppen we ook mee. Ja. Dat heb je me beloofd. Nou, mijn duim is gewoon, jullie zien het niet denk ik, maar mijn duim is gewoon helemaal kapot ervan. Maar ik had net een berichtje op Facebook gezet, op de tapgroep. Had ik gevraagd van of dit probleem herkenbaar is. En er hebben nu al 3 mensen op gereageerd en die hadden alle 3 hetzelfde. Ja. Dus wij gaan morgen op zoek naar een caravanbedrijf, een tapdealer. Ja, waar we nieuwe tap kopen. Nee. Wat wil je nou zeggen? Nou, waar we in de onderhoud gaan, dat wou ik zeggen. Ja, want ik denk niet dat het verstandig is om nu de caravan naar dat bedrijf te brengen waar we niet tevreden over zijn. Waar we hem gekocht hebben. Ga ik hem zeker niet naartoe brengen. Maar ja, ik sta wel een beetje in dubio. Want dan denk ik die kant. Ja. Want dan denk ik van, aan de ene kant, wij hebben hem daar gekocht. Dus eigenlijk zou je ook daar weer naartoe terug moeten gaan. Ja, maar met alles een probleem. Wat je opnoemt, dat maken ze niet. Dus ja, oké. Okay. Nou ja, wij hopen dat we een goed bedrijf kunnen vinden. Ja. En het liefst ook gewoon echt een tapdealer. Ja. Die, ja. En dat het ook nog onder de garantie valt. Nou ja, want ik word hier eigenlijk niet zo blij van, als ik eerlijk moet zijn. De buurman zei van wel. Ja, de buurman zei van wel, maar oh, een trampoline. Het bederft dan toch een klein beetje je ja, nou ja, niet je vakantie natuurlijk, want dat is wel heel overdreven, maar nee, maar ik vind het gewoon jammer. Dan heb je een nieuwe caravan en dan gebeurt er dit. Maar ja, blijkbaar is het dus normaal, of normaal, maar waarom hou je je buik vast? Nou, doe het maar even. Doe het maar eventjes. Nou, ik heb net gegeten en niet zo'n klein beetje ook, dus ik ga dat nu niet doen. Vroeger kon je dit. Kijk die lucht, hoe mooi. Kijk. Daar. Wacht even, waar? Wacht even. Oh ja, hier. Bij dat blauwe bordje. Aan de weg. Dan zie je een paadje lopen met een haagje ernaast. Ja, ja, bij dat huis langs. Ja, achter dat huis langs, zeg maar. Dat pad, dat moet je aflopen, zei die mevrouw. Dan kom je langs een kasteel en dan daarna heb je een molen, de molen. En daar kan je pannenkoeken eten. Maar zit jij nou serieus aan pannenkoeken te denken? Nou nee. Je hebt net een bak patat naar binnen gewerkt. Ja, nee, maar daar gaan wij natuurlijk pannenkoeken eten. Ja. Maar nee, misschien gaan we helemaal geen pannenkoeken eten daar. Want mensen, ik heb net een beslagkom gehad met een garder en een ding pannenkoekenmix. Super lief. Dat hebben we gekregen van collega's, want Nelly die is jarig geweest en Die kreeg een beslagkom. Omdat wij in onze vorige vlog zo met die klontjes. Ja. Ja. Dat is inmiddels een paar vlogs terug. Maar onze collega's die hebben zich daar zo aan geërgerd. Ja. Die zeggen je moet gewoon een gabder met een kom. Ja. Nou, wat is dit voor een gek trappetje? Toen zeg ik. Maar dat kunnen we allemaal niet kwijt. Want er komt steeds iets bij wat we meenemen. Ja, ik zeg het. Het is een heel mooi, compact beslagkommetje. Ja, dat gaan jullie nog zien, natuurlijk. Want de volgende keer als wij pannenkoeken gaan bakken. En trouwens, wij kregen ook een pak pannenkoeken in plaats van een fles. Want volgens onze collega's was een fles ook niet goed. Je moest een pak gebruiken. Ja, dat hebben we nu. Dus wij gaan deze tips allemaal opvolgen. En hopelijk pannenkoeken bakken. Hebben wij dan wel gladde pannenkoeken. Gladde pannenkoeken. Gladde pannenkoeken, ja. Nou, ik ga douchen, want ik deed net mijn schoenen uit. Bespaar me de details. Alsjeblieft. Gaat verder. Nou ja, deze dag is bijna om. En nou ja, was een leuk dagje, toch? Ja, een druk dagje. Een druk dagje, inderdaad. Maar morgen gaan wij lekker genieten van deze omgeving. Want we zijn nu de camping nog niet af geweest. Nee. Dus wij gaan morgen de omgeving verkennen. Ja. We gaan lekker wandelen. En ja, er staat nog superveel op de planning. Ik vraag me altijd af wat dit is. Wat? Die huisjes naast dat huisje. De caravan. Ja, dat vraag ik me ook af. Volgens mij is dat een wc. Echt? Of een schuurtje. Oké. Wie weet. Ik weet niet. Een douche? Je hebt toch gewoon een douche op de weet het echt niet. Ik denk een schuurtje. Maar wat zet je daarin? Een fiets? Ik heb geen idee. Ik weet ook niet. Laat even weten in de reacties als jullie. Wat zetten jullie in zo'n tentje naast de caravan? Een porta-potty. Dan moet je alsnog naar buiten. Dus dat... Nou, dat lijkt me niet. Nee. Nou, wij gaan even douchen. Ja. Ja. Voordat wij gaan douchen, gaan wij eerst even afwassen. Het is dames. Nou, wij laten jullie natuurlijk gelijk even het gebouw zien. Wauw, hoe groot. Hoeveel douches zijn dit wel niet, joh? Geen idee. Oh, dit zijn wastafels hier. Dit is een douche. Een grote. Is dit een familiedouche? Dit is een familiedouche. En volgens mij... Wat ik nu zo zie, heb je 6 minuten warm water. Zie je dat? Zonder pasje, maar ik denk dat hij dan 5 minuten op moet warmen. 5 minuten op? Oh, zo. Hadden we toch op de vorige camping ook? In Oosterberg, vorig jaar. Nou, netjes toch, dit? Ja. Ziet er keurig uit. Heel mooi. En ruim. Hier? Nee, verderop. Dit is voor textiel. Oh, niet. Of is het ook afwas? Ja. Oh, wel. Oh, aan de andere kant zit ook nog zo'n ruimte. Dit is textiel. Oh, ja. Ja, hier was ik net geweest. Oké. En dat water, dat wordt heet. Niet normaal. Wat doe jij, joh? Weet ik niet. De kraan. Oké. Okay. Nou, brandweerslang is er niks bij. Inderdaad. Nog een drukspuit. Nou, zoals jullie zien hebben we heel veel vaat. 2 kopjes, 2 borden en 2 glaasjes. Ja, maar ik hou van wegwerken. Daar hou ik van. Weet je, hier heb je morgen nog geen zin in. Dat is waar. De mayonaise zit eraan gekoekerd. Ja. Wegwerken die wanden. Kijk, en dan laat ik jullie ook gelijk nog even de toiletten zien. Dat zijn er ook best veel. Sorry. Gezondheid. Oké. Nou, toiletcheck. Kies een willekeurige wc. Schoon. Het is echt mega schoon. Wij hebben trouwens tot nu toe met alle toiletchecken die we hebben gedaan, nog nooit een vieze toilet aangetroffen. Nee, nee. Maar stel hè, stel. Wij gaan een keer een vieze toilet aantreffen. Willen jullie dat zien? Gaan we dat dan filmen of niet? Nou, dit lijkt me ook best ranzig. Dat kan natuurlijk altijd. Hè. Ik bedoel, er zijn ook kinderen op campings. Ja, maar best ranzig om dat te laten zien. Dat gaan we maar niet doen, denk ik. Of wel? Nee, want natuurlijk wel. Want anders is toch het hele idee achter de toiletcheck ja, dat is waar. Weg. Anders doen we erin. Zo van. Met met een poepteken. Oh, met zo'n... ja. Ja, dat kunnen we ook wel doen. Ja. Maar... wij gaan douchen. Ja, nu gaan we echt douchen. Prachtig hier. Die lucht die is ook mooi. We hebben trouwens ook een verrekijker, dus ik ga straks even met de verrekijker... Zullen we dat morgen even doen? Ja, een verrekijker. Ja. Jullie gaan het allemaal nog zien. Lieve, lieve, lieve mensen. Het is bedtijd. Lieve, lieve, lieve mensen. Het is bedtijd. Huh? Waarom ligt dat hier? Nou, die had ik er even uitgepakt om de chocola, maar die ben ik vergeten in te doen. Oké. Okay. We eten morgen wortel. Hutspot. Ja, eten wij morgen wortel? Nee, tuurlijk niet. Wat? Jawel, trouwens. Jawel. Hoi. Ik ben moe. Niet normaal. Het is 11:30 ongeveer. Echt niet normaal. En dit is de stand. Dit moet dus nog een bed worden gemaakt. We gaan de vlog afsluiten. Kom eens even hier. Kom jij eens even hier. Ja, wij gaan de vlog afsluiten. Wij hopen dat jullie genoten hebben van deze vlog. Doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren op ons kanaal als jullie dat nog niet gedaan hebben. En wij zien jullie de volgende keer. Wauw. Nou, helemaal geweldig. Niks om toe te voegen. Doei!